Leven met een handicap en het nieuwe stadion van FC Dordrecht. Leuk dat u kijkt naar een nieuwe aflevering van Dordtse Koppen. Wouter, zal ik een beetje vertellen waar we het over gaan hebben deze aflevering? Ja, ik ben benieuwd. Nou, we gaan het hebben met de directeur van FC Dordrecht over het nieuwe stadion. En we gaan het hebben over leven met een handicap. Er komen twee mensen zometeen in de uitzending die een handicap hebben. Heb jij eigenlijk een handicap? Of ik een handicap heb? Iets wat niet werkt. Iets wat niet werkt. Een paar allergieën, maar verder niet. Voor katten. Voor katten? Ja. Ik ben allergisch voor katten. In je hoofd? Zo van, ik hoef geen katten te zien? Nee, heel lang niet. We hadden ook heel lang een kat. Maar op een gegeven moment dacht ik, goh, wat een uitslag en zo. En toen bleek ik allergisch voor katten. Ja, maar dat is het enige? Dat is het enige, volgens mij. Ah. Ja, mensen zeggen wel dat ik meer handicaps heb. Maar dat is altijd in de familiekring natuurlijk. Dat is niet... Heb jij een handicap? Daar moet ik even over nadenken. Okay. Ik heb vast ook wel handicaps, maar niet zo heftig als de mensen die we meteen gaan spreken. Ja. En jij gaat er weer een liedje over schrijven. Ja, handicaps en voetballen. Ja. Nou, dat is een goede combi. Ja? Oké. Ja, toch? Nou, ja. Succes. Cesar Majorana, je bent de sidekick van vandaag. Vertel. Zeker weten. Nou, belachelijk veel zin in. Ik ga vandaag gewoon een beetje de kritische hoek zijn. En hopelijk ook gewoon lekker een boeiend gesprek ervan maken. Want wie ben je? Wat doe je? Waar hou je van? Nou, ik werk nu zo'n beetje richting de tv. Ik doe dingen bij BNN. Daar ga ik vanaf deze zomer heel veel items draaien. Dus dat vind ik zelf verschrikkelijk leuk. Wauw, wat leuk. En daarvoor heel veel geschreven. Zo richting de filosofie ook een beetje. Dus misschien dat die hoek vanavond ook iets oplevert in het gesprek. Filosofie? Wat trekt jou daarin? Dat is heel lastig eigenlijk. Eigenlijk maak ik het heel graag heel moeilijk. Ik ben heel erg postmodern met filosofie. En ik vind het boeiend als het een echte wetenschap kan zijn. Dus ik vind het wetenschappelijke deel vind ik heel boeiend van de filosofie. Noem eens een voorbeeld. Dat betekent dat je gaat kijken hoe we bijvoorbeeld gecontroleerd worden door taal. Hoe taal de limiet van onze vrijheid kan betekenen bijvoorbeeld. Oké. Ja, wow. We gaan niet zo zweverig maken hoor. Oké, maar diepe gesprekken, daar ben jij wel een goede man voor. Daar gaan we helemaal voor. Oké, nou ik vind het leuk dat je erbij bent. We gaan nu kijken naar een aflevering van De Droogkap. Ja, waar ik even bij stil wil staan is eigenlijk bij de droogkap van mijn moeder. Ik zal de pet even afzetten. Waarom eigenlijk een droogkap? Ze had geen haar, ze wil krullen. En dan ga je weer onder de droogkap om die krullen te laten drogen. Het is allemaal zo ingewikkeld, denk ik dan. De een mens op krullen, de andere mens op geen krullen. En het is allemaal mooi. Ik sta erbij stil dat heel veel mensen gewoon dingen in de sloot gooien. Zoals plastic. En dat duurt heel lang voordat het weg is. En dat is niet goed voor het milieu. Want... kleine kuikentjes die eten dat bijvoorbeeld op en dan gaan ze dood. En ook heel veel mensen denken dat brood goed is voor eenden, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. En dat is wel heel jammer, want er gaan er heel veel dieren door dood. Wij staan stil bij Moederdag volgende week. En we willen ook stilstaan dat alle moeders zo goed voor ons zorgen en zo, en natuurlijk ook de vaders. Dus koop allemaal een cadeautje volgende week voor jullie moeder. Voor Moederdag. Nou zeg, laat ik toch eerlijk zijn. Ik sta helemaal nooit stil. Ik ben altijd in beweging. En dat is het probleem. Had ik maar eens een keer rust in mijn leven. Ik sta voor de klas. Ik ben docent. Ben bezig met natuurkunde. Ben bezig met milieu. Ik heb helemaal geen tijd om stil te staan.
Dus dat betekent altijd maar rennen, altijd maar doorlopen en nooit eens rust krijgen. Gelukkig heb ik een vrouw die mij regelmatig tot rust maakt en zegt: jochie, ga nou eens een keer op je bil zitten. Want jij bent ook eeuwig en altijd bezig. Inmiddels zitten bij ons op de bank Elfrida Meijers en Mike Agraniotis. Half Spaans, half Grieks, vandaar zo'n mooie achternaam. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Elfrida, je zit vandaag wat anders dan de gemiddelde gast. Ja. Omdat het belangrijk is dat er niet te veel licht in jouw oog komt. Dat klopt. Want je hebt namelijk ook een ooghandicap. Ik heb een ooghandicap, ja. Vertel, wat is er precies aan de hand? Mijn oogaandoening heet glaucoom. En ik heb een beetje pech gehad dat ik dus mijn rechteroog dus kwijt ben geraakt door die oogaandoening. Zo. Waardoor ik dus alleen met links kan kijken. En daarbij heb ik dan ook heel veel last van lichtval. Vandaar dat ik dus ook een lichtgekleurde zonnebril op heb. Om het licht een beetje te dimmen. Ja. Ja. Dus hoeveel procent zie je dan nu? Gelukkig nog 18%. 18. En wat houdt dat in? Zeg maar, wat zie je op dit moment van mij? Op een afstand van 3 meter kan ik dus nog het een en ander zien. Maar alles wat verder af is, dat wordt wazig. Ik zeg ook eigenlijk, ik leef in de mist. Want alles wat verder af is, wordt wazig en onduidelijk. Dieptes kan ik niet meer zien. En diepte is, kan je zien door met 2 ogen te kijken. Maar als je met 1 oog kijkt, dan mis je die combinatie. Ja. En dat lukt dus niet. Dus wat voor effect heeft dat op het dagelijks leven nu? Want heb je dit al heel je leven? Nee, gelukkig niet. Ik heb nog een gezond leven kunnen leiden zonder handicap. Ik heb heel veel en eigenlijk van alles kunnen doen. Mijn handicap is nu 1 jaar of 4. In 2010, maart 2010, stond ik op een ochtend op. Ik dacht, hè, vuil in mijn oog, weet je wel, eventjes wrijven. Heel voorzichtig. En omdat het dat wat ik dus als viezigheid dacht te zien in mijn oog niet wegging, spoelde ik mijn oog extra onder de kraan. Niets hielp. En toen bleek dus dat in die nacht mijn oogzenuw beschadigd raakte. En dat wil zeggen, een oog is er nog, maar je kijkt met je hersenen, want je hersenen vertellen wat je ziet, ja, maar via je oog. Ja. En het contact is daardoor op dat moment toen dus die oogzenuw bekneld raakte, is dus de verbinding naar buiten toe verbroken. Ja. En je kunt het eigenlijk vergelijken als een bundeltje kabels, ja, die door een dikke buis lopen en komt er een knak in, dan is de verbinding verbroken. En dan is er ruis. En dan is er ruis. Maar wat voor effect heeft dat op het dagelijks leven? Want het is 4 jaar geleden is het begonnen. Mm-hmm. En op dit moment dus 18%. Wat voor effect had dat? Dramatisch. Want ik heb een heel stuk van mijn zelfstandigheid moeten inleveren. Ik heb hulp nodig, maar gelukkig kan ik dus bepaalde dingen nog doen. Maar om een voorbeeld te noemen, autorijden zit er voor mij niet meer in. Ja. Gewoon een boek lezen zit er niet meer in. Maar gelukkig zijn er nog luisterboeken en daar maak ik gebruik van. En vergroting om iets toch nog te kunnen lezen. En ik heb altijd een loop in mijn broekzak zitten. Slim, om, ja, iets van dichtbij te kunnen bekijken. Ja. En om toch nog op stap te kunnen gaan, heb ik een taststok om mee te kunnen lopen. Om de stoepranden, de opstapjes en de afstapjes, ja, niet te missen. Want dat gaat lastig. Ongelooflijk. Want Mike, jij hebt ook een handicap. Je zit in een rolstoel. Wat is er precies aan de hand? Ik heb multiple sclerose, beter bekend als MS. Mm-hmm. Is een zenuwaandoening. De berichten van je hersens naar je spieren gaan door je zenuwbanen. De zenuwbanen die worden aangevallen door je witte bloedlichaampjes. Een blokkade in die zenuwbaan. En dan komt het bericht of niet goed door of helemaal niet door. Dus eigenlijk bijna hetzelfde idee als de handicap van Elfrida. Want heb jij dit heel je leven al? Of? Het is bij mij ontdekt op mijn 19e. 19e? Ja, toen kreeg ik een klapvoet. Zo. Dus dat je normaal ga je over je hiel, loop je met je voet. En bij mij hing de voet naar beneden dezelfde keer als hij op de grond kwam. Want wat deed jij in het dagelijks leven? Ik was beroepsmilitair nee. in de tijd. Ja. En toen? En toen kon het niet meer. En nu zit je in een rolstoel? En nu maak ik geregeld gebruik van een rolstoel. Ik loop nog met krukken. Oké. Alleen lange afstanden en intensieve dingen doe ik inderdaad met een rolstoel.
wat heftig. En ik hoorde dat je ook fanatiek danser was. Maar dat had toen moeten stoppen. Dat is wel wat eerder gestopt. Maar ik heb ook fanatiek steldansen gedaan. Wat ontzettend leuk. En hoe ga je er nu mee om in het dagelijks leven? Ik dans nu tegenwoordig nog steeds. Je danst ik weer? Ik dans weer. Oh, je weer? Alleen ik doe het nu met de rolstoel. Ach, wat leuk. En een staande danspartner. Nou, volgens mij hebben we hier een filmpje daarvan. Laten we even kijken. Ongelooflijk. Wat leuk. Wat stoer. Dank je. Ja, echt ontzettend stoer. En ik begrijp, jullie zijn nu samen in het gipsteam verenigd. Wat is het gipsteam? Elfrida. Gipsteam, dat is een afkorting. En gips betekent gehandicapte informatie, projecten op scholen. Okay. En dat komt van het WMO uit. Okay. En dan gaan we de basisscholen langs en daar geven wij voorlichting aan de kinderen van groep 7 en 8. En op een hele speelse wijze leggen we uit wat een handicap is. Vertel ik over mezelf en Mike vertelt over zichzelf. Ik vertel over mezelf en de andere vrijwilligers over zichzelf. Ja. En hoe is dat om te doen? Hartstikke leuk. Leuk. Niet en confronterend? Af en toe heel confronterend. Ja. Op wat voor wijze gebeurt dat dan eigenlijk? Hoe zorg je dat er die voorlichting is? Wij hebben een ganzenbordspel. En dan op bepaalde nummers van het ganzenbordspel moeten ze opdrachten uitvoeren alsof zij zelf gehandicapt zouden zijn. Wauw. Ze worden geblinddoekt, een rondje met een tastok. Tastok in een rolstoel. Ze moeten een t-shirt aantrekken met hun goede hand, hun schrijfhand, die is dan verlamd, zeg maar. Nou. En doet dan maar eens met één hand je t-shirt aantrekken. Zo. En een plakje ontbijtkoek snijden met één hand. Met je verkeerde hand. Met je schrijfhand, maar met de andere hand. Want jij gaf net aan dat je je zelfstandigheid bent verloren. En dat echt ontzettend, ja, voor een deel natuurlijk, dat ontzettend frustrerend is. Mm-hmm. Ervaren die kinderen dat dan ook, door zo'n voorlichting te geven? Op het moment dat je dus uitlegt en zij het ook uitvoeren, want het zijn opdrachten en vragen, komen ze erachter van, ja, het is wel lastig. Want gelijk het moment dat ze dan de t-shirt willen aantrekken, zie je dat ze hun gezonde arm willen meehelpen om te zeggen van, nee, je arm is in het gips of in een Nutella, doe alsof. En dat is dan echt omschakelen van, oh ja, dit mag niet meedoen, dus ik moet met één arm. En dat is heel lastig, dan komen ze erachter hoe vervelend of het is. En ook lopen met een skibril op, geblindeerd dus. En met een taststok moeten ze een opdracht uitvoeren. Van het moment af dat ze dus geblindeerd zijn, naar de deur lopen, de deurkruk vinden en naar de gang. En bij wijze van spreken een propje in de prullenbak gooien. Ja. Dan komen ze erachter hoe lastig hoe het is. Hoe moeilijk dat is. Ja, nee. Want jullie doen dat op basisscholen in Dordrecht. Ja. Welke basisscholen zijn jullie al geweest? De Repelaar. Is het de Johan Frieso? Johan Frieso. Johan Frieso. Griffioen. Bavinkschool. Zo. Ja. Wanneer is dat geslaagd? Wanneer is een voorlichting geslaagd? Welk begrip wil je bij die kinderen teweeg brengen? Aan het einde hebben we een vragenronde. En als ze dan met vragen komen die heel confronterend voor onszelf zijn. Kinderen van 10, 11 jaar. Die inderdaad vragen stellen waardoor jij met je mond vol tanden staat. Dat je even moet nadenken van hoe moet ik dit beantwoorden. Dan is het geslaagd. Wauw, en wat noemen ze vragen? Ik ben dan heel benieuwd. Wat vragen die kinderen? Waar zitten ze dan mee? Wat vragen ze zich af? Ik ken een voorbeeld van een rolstoel ook. Het was een jongen die heel, heel, heel angstig op de achtergrond meedeed. En Mike presenteerde zich als degene in de rolstoel. En zegt van, mijn benen die doen het niet meer, maar boven mijn hoofd, daar is alles nog prima. En heel vaak is het zo dat als je mensen die in een rolstoel zitten en die worden voortgeduwd door een begeleider en je komt bij een loket, wordt er niet tegen de rolstoelzitter gesproken, maar
tegen de deur. Ja. Alsof jij eigenlijk niet meer bestaat. Ja. En door Mike zijn verhaal kwam de jongen erachter van... oh, het is dus ook een gewoon iemand. En we kregen daarna een prachtige reactie van... meester, meester, ik durf nou iemand gedag te zeggen die in een rolstoel zit. Dus dat was voor ons een hele geslaagde voorlichting. Ja. Ja, oké, ik wil jullie echt hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. Wij gaan nu kijken naar Tom Maasdam, wat hij te vertellen heeft. Veel studenten die in Dordrecht komen studeren moeten altijd nog als ontgroening dit mooie beeld van de Gebroeders de Wit schoonmaken met een tandenborstel. Maar weten die studenten eigenlijk wel wie die mannen waren? Hier achter mij zien we Cornelis de Wit. Cor was de 2 jaar oudere broer van Johan de Wit. Deze 2 broers waren vroeger de bekendste Nederlanders. Hij was onder meer een regent, een soort van bestuurder in Dordrecht. En een ruwaard van de heerlijke putten. Een ruwaard wil zeggen dat je een soort van landsheer bent, een burgervader. Dit is Johan, zijn broertje van Cor. Johan was een hele bijzondere man. Ook al een bijzondere man, moeten we eigenlijk zeggen. Hij werd onder meer beschouwd als de grondleggers van de verzekeringswiskunde. Johan was pensionaris van Dordrecht en ongeveer 3 jaar later promoveerde hij tot raadpensionaris van Holland. Overigens misschien wel leuk om te weten, Johan de Wit junior trouwde met Wilhelmina de Wit, een dochter van Cornelis. Voor hun was de wereld dus echt heel erg klein. Op 20 augustus 1672 werden de 2 gebroeders de Wit vermoord en verminkt. In de geschiedenis wordt altijd nog veel aandacht besteed aan de 2 gebroeders de Wit. Ad Heisman en Bert en Ridder, leuk dat jullie er zijn. Ad, jij bent directeur van FC Dordrecht. Ja. Zojuist hadden we een heel heftig onderwerp over handicap. En ja. Jouw dagelijks leven staat helemaal in het thema van sport en gezondheid. Ja, dat klopt. We doen ook bij FC Dordrecht doen we ook een aantal maatschappelijke projecten en worden we ook geconfronteerd met de gehandicaptenzorg. Ja. En er bestaat natuurlijk ook gehandicaptenvoetbal. Oké, wat leuk. Ja, dat bestaat. Leuk onderwerp om daar eens een keer over te hebben. Want eigenlijk gaan we het nu hebben over het nieuwe stadion van FC Dordrecht. Daar heb je me voor uitgenodigd. Ja, want die komt eraan. Waarom komt die eraan eigenlijk? Wat is de relevantie daar? Waarom is dat zo belangrijk dat die komt? Nou, het is belangrijk om mee te gaan met de tijd. Het stadion waar we nu in spelen is al 60 jaar oud. Dat is verouderd. En we moeten zorgen dat we toch meer comfort gaan bieden aan onze gasten. We trekken per jaar zo'n 100.000 mensen naar het stadion. En we willen die mensen wel op de een of andere manier goed faciliteren. Nou, het huidige stadion is te klein. We willen een wat groter stadion hebben. We zijn er al een aantal jaren mee bezig. Maar nu schijnt er echt naar uit te zien dat het ook gaat komen. Dat en daar zijn we komen. Ontzettend trots mee. Je moet het natuurlijk ook niet vergeten. En dat vergeten sommige mensen wel eens. Wat een impact het betaalde voetbal heeft in Nederland. Er zijn ruim 350 gemeentes. Ja. Er wordt in 30 gemeentes wordt er betaald voetbal gespeeld. Ja. Dus ik vind dat het Eiland van Dordrecht daar best trots op mag zijn. Vind je dat ook, Cesar? Ja, ik vind die trotsheid wel goed. Maar kun je gewoon praktisch aanduiden? Wat is nou mis? Want ik hoor te klein en dat is het dan? Nou nee, het is te oud. De mensen vragen steeds meer voorzieningen. Het moet gewoon klantvriendelijker worden. We moeten betere tribunes hebben. Betere tribunes? We moeten meer toiletgroepen hebben, want het meer is nu wat lastig. Nee, er moet meer horeca en een betere horecavoorziening moeten komen. Het stadion is gewoon te oud en op een gegeven moment is het aan vervanging toe. Ja, maar ik heb nu maar 2 punten. Je kunt toch best wel meer toiletten in het huidige stadion bouwen en misschien wat stoelen erbij? Of is dat echt, moet er meteen een nieuw stadion voor? Dat is wel extreem. Ja, maar Cesar, er zijn dingen in het leven die veranderen en de behoeftes van mensen die veranderen ook. En dan moet je gewoon zorgen dat er wel eens een keer wat moderns komt. We hadden vroeger hier een bioscoop in Dordrecht. En op een gegeven moment waren die bioscopen verouderd, moest er een nieuwe komen. Ja. Hebben we heel lang op gewacht. Hè? Dat moet soms in Dordrecht. Zeker. Dat gebeurt ons. Bert, jij voetbalt bij FC Dordrecht in het belofteteam. Ja, klopt. En waarom is het voor jou belangrijk dat er een nieuw stadion komt?
Ja, ik denk dat het als je het betaalde voetbal wil gaan halen en voor zoveel mensen wil gaan spelen, dan moet het natuurlijk wel zo zijn dat je de faciliteiten hebt om het ook te bereiken. Dus het is niet alleen dat je een balletje aan het trappen bent, maar ja. Het is ook dat er een goede fitnessruimte is. Of, voor jou is dat erg belangrijk? Ja, dat soort dingen. Oké, want wat kunnen we ongeveer verwachten van het nieuwe stadion? Beschrijf eens, wat gaan we jou? Meer toiletten dus? Nou nee, het gaat niet alleen om die toiletten. Kijk, wat we kunnen verwachten van het nieuwe stadion is dat het een primeur wordt in het wereldvoetbal. We willen in het wereldvoetbal? Ja, heeft FC Dordrecht daar dan zo'n hoog vaandel in? Dat komt omdat we een bijzonder stadion gaan bouwen. We gaan een zogeheten modulair stadion bouwen. Mm-hmm. En dat betekent dat het uit modules is opgebouwd. En betekent ook dat het weer verplaatsbaar is en uitbreidbaar. En dat je weer de capaciteiten terug kan nemen. Vaak is het zo, wordt er een stadion gebouwd en dat blijft dan tot een eeuwigheid vandaag blijft staan, hè, voor de komende 60 jaar. En bij ons is het zo dat wij gaan een stadion bouwen wat Qatar-proof is. Nou, in 2022 zijn de wereldkampioenschappen in Qatar. Qatar heeft onder andere beloofd bij de bouw van 14 nieuwe stadions dat er 9 na afloop van de wereldkampioenschappen dat die weggegeven worden aan ontwikkelingslanden. Zo. En vandaar dat het dus nieuwe ontwikkeling is. En dat betekent dus een verplaatsbaar en modulair stadion, wat als een soort Lego zet je het in elkaar. Het wordt in de fabriek gemaakt en het wordt neergezet. En het kan elke tijd, wanneer we het zat zijn, kan het ook weer weggehaald worden. En dat geeft natuurlijk ook een bepaalde statiegeld op het geld. Dat heeft ook met de economie te maken. En dat is bijzonder prettig. En het is hartstikke leuk dat de bouwmaatschappij Ballas Nedam, als ik reclame mag maken voor Ballas in dit geval, in ieder geval ervoor heeft zorg gedragen dat ze dat concept hebben ontwikkeld. En dat ze bij ons de pilot willen maken van dat stadion. Wow. Het klinkt heel heftig, maar ik denk dan Dordrecht en ik denk dan Qatar. Waarom heeft Dordrecht nou dat megastadion nodig? Als we ons ergens mee willen profileren, moet het dan zo'n stadion zijn? Maar het is geen megastadion, want we bouwen een stadion voor 6.000 mensen. En wij denken, waar gaan we dat zien hier in Dordrecht? Waar is daar plek dan? Dat gaan we zien. Uiteindelijk is ervoor gekozen samen met de gemeente om dat op de locatie Krommedijk te doen, waar we nu spelen. Daarachter hebben wij nog jeugdveld onze beschikking. Die jeugdvelden, daar gaan we het stadion bouwen. En als dat klaar is, dan gaat het oude stadion plat. Dus we blijven gewoon op dezelfde plaats zitten. We blijven op dezelfde locatie blijven we voetballen. Dus de locatie is eindelijk na zoveel jaar bekend. Daar zijn we alleen maar blij mee. En het is niet een megastadion. Het is slechts een stadion van 6.000 plaatsen. En meer hebben we op dit moment ook niet de behoefte. Maar stel je voor dat je de stap maakt naar het allerhoogste platform in Nederland. En dat is de Eredivisie. Dan kan je het dus heel simpel, kan je door elementen aan te schuiven, kan je het groter maken. Okay, dus het stadion wat er komt is een degelijk stadion. En het stadion wat je nog wil gaan zien, mits het groter kan worden, is een stadion wat wel op wereldniveau zit. Ja, kijk, maar je hebt natuurlijk allerlei facetten in het voetbal. Hè? Ik heb het niet over het wereld. Ik heb alleen gezegd dat we kleinschalig een pilot maken voor iets wat men dadelijk in Qatar in 2022 neer wil gaan zetten. Het is niet zo dat wij nu heel drukdoende zijn om nu het mooiste en het beste. Nee, wat wij willen, we willen een duurzaam stadion hebben. Voorzien van alle gemakken. Wat is duurzaam trouwens? Hoe maak je het stadion duurzaam? We maken het stadion duurzaam. Ja, er zijn allerlei ontwikkelingen zodat we kunnen voorzien in onze eigen waterhuishouding. Zodat we kunnen zien dat we onze eigen elektriciteit op kunnen wekken. Dat soort elementen komen er allemaal uit. En ook het stadion zelf uit de materialen waaruit gebouwd wordt. Hè, dat is een mix van materialen. Daar zit een hele duurzame zaak in. En want Bert, jij doet meer dan alleen in het belofte team spelen. Wat doe je nog meer? Ik ben in mijn vrije tijd, zullen we maar zeggen, zelfstandige. Oké. Wat doe je als zelfstandige? Ik werk met jongeren die vroegtijdig school verlaten. En vooral jongeren ook die begeleiding nodig hebben naar werk of school. Oh, wat leuk. En ik geef voetbaltrainingen bij Soccer Upgrade. Okay. Een soort voetbalschool is dat, individuele techniektrainingen en loopscholing. Doe je dat in het stadion van FC Dordrecht? Nee, ik hoop dat er nog komt. Maar, in het nieuwe stadion bijvoorbeeld? Nee, daar zijn nog geen plannen voor. Oh, maar, sorry. Want het zou mooi zijn. Het stadion komt op een jongerenveld, zei u net. Gaat dat ten koste van zijn jongeren? Oh! Nee, dat gaat niets ten koste van Bert. Laten we dat even heel duidelijk stellen. Maar wat we wel moeten doen, is dat we de faciliteiten krijgen. We doen ook veel aan maatschappelijk werk. En we nodigen scholen uit bij ons. En ja, die kinderen moet je ook voorzien van. En als die moderne technieken er zijn, dan moet je daar gebruik van willen maken. En dan moet je niet terug willen en blijven staan bij het stadion uit de 50e jaren. Ja, want hoe
hoe is het concreet belangrijk voor jou? Want ik heb nog niet echt het idee dat ik daar een antwoord op heb. Voor jou als speler bij het belofteteam, ja, dus het fitnessruimte, maar ook... Ja, het is het gehele deel als het worden van prof. Dus je hebt... Ja, voor een profvoetballer is het ook belangrijk dat de mensen die komen kijken, dat ook comfortabel is. Het is ook belangrijk dat het stadion vol zit en dat de capaciteit omhoog gaat. Ja, daar heb je als voetballer allemaal profijt van. En daardoor kun je steeds beter worden en ja, kan die stap naar de Eredivisie, lijkt mij... Heb jij ambities voor Eredivisie? Ja, we hebben allemaal ambities. Of dat reëel is, dat is een ander verhaal. Ja. Ja, het is eerst even afwachten en dan... Met het nieuwe stadion, zou jij dan dichter bij de Eredivisie kunnen komen? Dat hangt er vanaf. Ik denk dat... Nu moet je eigenlijk ja zeggen met de directeur ja, naast je, toch? Eerlijk zijn. Nee, het zou mooi zijn, maar... Ja, dat is allemaal, dat heeft ja, met meerdere dingen te maken. Dat heeft meerdere, maar waarschijnlijk... Nou ja, kijk, wij moeten voor faciliteiten zorgen dat jonge voetballers door kunnen stromen ja, naar het betaalde voetbal. Daar leiden we ze en daar hoort voor dit op. Dus bij. En daar hoort dat bij. En dan moet je zorgen voor een goede fitnessruimte. En dan moet je zorgen voor goede douchegelegenheden. En dan moet je zorgen voor goede trainers, et cetera, ja, et cetera. Dan moet je zorgen voor een goede behuizing. Nou, zo kan je legio dingen kan je opnoemen die erbij horen en waar we op dit moment niet van voorzien zijn. En wanneer kunnen we het stadion verwachten? Want in 2015 beginnen jullie met bouwen. Of nou, met dat nou, soort... Laten we dit zeggen, als ik wissel ga denken, dan hoop ik dat we dit jaar, dat we dan alle plannen door de gemeente heen hebben. Dan heb je nog een zogenaamde bezwaarprocedure. Nou, daar pak ik ook nog eens een half jaar voor. En dan hoop ik dat we de eerste paal kunnen gaan slaan augustus volgend jaar, 2015. En dan heb je 8 maanden heb je bouwtijd nodig, dus dan... Met ingang van de competitie 2016-17 hopen wij er te kunnen voetballen. Wauw. En het huidige stadion, wat gebeurt daar dan mee? Dat huidige stadion, op het moment dat het nieuwe stadion klaar is, dan gaat het oude stadion gaat hier op de vlakte. En dan gaan we eens rustig kijken, dat noemen wij fase 2, wat we daar kunnen gaan bouwen. Wauw, ik ben helemaal geïnformeerd. Bert, jij hebt ook meegedaan aan Dordtse Koppen. Het is heel spannend, want momenteel sta je aan kop. We gaan nu weer kijken naar een nieuwe aflevering van de Dordtse Kopper. Kijken of iemand Bert kan verslaan. Zijn dit de nieuwe voetballers van de Jupiler League, de Eredivisie of misschien wel het buitenlandse voetbal? Ze zijn in ieder geval het belofteteam van FC Dordrecht. En met hen gaan wij dit jaar op zoek naar de Dordtse Kopper 2014. En wie gaat dat worden? Is dat Jair, Brian, Sai, Noël, Giovanni, Geert, Quincy, Gino, Bert, Daan, Tariq of Chris? Tariq Jeklev staat klaar voor zijn poging. Dordtse Kopper. Au, oh, oh, 6 keer. Gaat het niet meer worden voor Tariq Jeklev. 6 keer. Nummer 9 in het algemeen klassement. Het is een spannende competitie. Volgende week de laatste aflevering. En dan weten we het. Wie is de Dordtse Kopper 2014? En dat was Dordtse Kopper. Niemand heeft je tot nu toe verslagen. Ik ben echt heel erg benieuwd naar het einde. Maar in ieder geval, het einde van deze aflevering is er gekomen. Wouter, ben je het er daarmee eens? Ben je wel klaar voor een einde? Ja hoor, je bent op tijd. Ik heb hem net af, dus okay. Goed. Race tegen de klok. Hoe heet het? Gehandicapt stadion. Gehandicapt stadion. Oké, ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. En ja, leuk dat je er was als sidekick. Zeker weten. U heel erg bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van Dordtse Koppen. En nu gaan we luisteren naar Wouter met Gehandicapt stadion. Het bleef veel te lang slechts bij dromen. Maar het nieuwe stadion gaat er komen. Het huidige is stokoud en slecht. Het is als het ware gehandicapt. Maar zolang het er nog niet is, kreeg ik vandaag nog wat tips.
mensen weten dat je heel gewoon bent. Een stadion is een stadion, ook al is hij gehandicapt.